Het aantal zelfdodingen in de stad en de provincie zijn hoger dan in de rest van het land. Daarom is maandagavond de campagne Stel de Vraag van je Leven gestart. De campagne is onderdeel van een landelijke campagne om het taboe over praten over zelfdoding te doorbreken. Volgens wethouder Matthias Gijsbertsen is het moeilijk om de hogere cijfers in Groningen te verklaren, maar er lijken twee zaken een rol te spelen. In de eerste plaats zie je dat suïcide vaak ook verbonden is met een hoop andere problematiek. Bijvoorbeeld werkloosheid, financiële problemen, psychische problematiek, die we helaas ook meer zien in deze regio. En anderzijds zou het ook met de Groningse volksaard te maken kunnen hebben, is ook wel door psychologen gesuggereerd, waarin het is hier toch minder gebruikelijk om te praten over je gevoelens en over psychische problemen. De campagne is erop gericht om het gesprek over zelfmoord en zelfmoordgedachten op gang te brengen. In de campagne staan centraal de vragen die je aan elkaar kunt stellen, omdat we weten dat mensen die een zelfmoordpoging gedaan hebben, vaak achteraf blij zijn dat het niet is gelukt en ook blij zijn met de hulp die ze hebben gekregen. Dus door elkaar de goede vragen te stellen en door belangstelling voor elkaar te tonen, kun je zelfmoord voor een belangrijk deel toch voorkomen. De campagne is een samenwerking van de gemeente Groningen, 113 zelfmoordpreventie, scholen, kerken en jongerenorganisaties. Groningen zet in de campagne extra in op jongeren tussen de 12 en 20 jaar. In die leeftijdsgroep is zelfmoord doodsoorzaak nummer 1. Ik durf geen directe oorzaak te geven aan het getal van de zelfmoordcijfer van de jeugd. Ik denk dat misschien prestatiedruk en vele andere, hè, want het is eigenlijk gewoon een emmer die langzaam overdruppelt, echt een grote rol spelen. Maar ja, het is niet één specifiek iets wat ik kan benoemen. Wat doen jullie concreet voor de jongeren die met deze problemen zitten? Ja, dat klinkt heel cliché, maar ik denk dat een luisterend oor bieden toch wel nummer 1 is. Mochten jongeren gewoon echt doorheen zitten of het even niet meer weten, dan is het altijd fijn om te weten dat er een plek in de stad is waar de drempel laag is, waar je gewoon lekker naar binnen kunt stappen en gewoon je ei kwijt kunt. Ik denk dat dat ook het belangrijkste van allemaal is. En mocht er zeg maar wel persoonlijke voorkeur zijn om naar de psycholoog te gaan of een ander traject in te gaan, dan kunnen we je daarbij ondersteunen en kijken wat past er bij jou. In het buitenland blijkt deze aanpak goed te werken. De brede aanpak die we hiervoor hebben, waar de campagne onderdeel van is, in het buitenland hebben we gezien dat het aantal suïcides met wel tientallen procenten kan teruglopen. Dus er is effect geweest van deze aanpak in het buitenland en we hopen natuurlijk dat we die in Groningen kunnen herhalen. Wie vragen of hulp nodig heeft, kan kijken op www.113.nl.